KPN en Fox Sports, partners van de E-Divisie. Het is tijd voor een fun game. Kai tegen Koen. Big fun. Beloof dat, hè? Ja, ja. Ik verwacht spektakel. Ja, ik ook. Verwacht omhalen, alles. Ja, ja. Doelpunten. Ja, dat ja, ook. Ja. Ja, we gaan het zien. Take it away, jongens. Ja, wat een box, man. Het is goed. Dat staat wel... Het is wel een soort van dingetje. Kai heeft wel het voordeel van, ja, hij is maar profvoetballer, dus ja, hè. Niet zoveel te verliezen. Maar profvoetballer? Ja, dus, ja, maar kijk, dit is lekker. Dus, als Aguero dit soort dingen gaat doen, dan moet je bang worden. Ja, voor wie ben jij? Oh, Costa is los. Mag ik niet zeggen. Ja, mag je zeker zeggen. Er zit Six. Nee, ik zou het wel mooi vinden als Kai wint, tuurlijk. Maar dat is dan meer dat ik Koen kan uitlachen. Ja, precies. Daarom, in eerste instantie wilden ze nog dat ik tegen Kai ging spelen. Dus ik hem niet door naar Ronaldo? Ik schuif hem even door naar Koen. Weet ja, dat heb je slim gedaan. Dat, ja, slim gedaan. Het is geen overtreding dit. Heel goed, heel goed. Komt-ie. Dit is wel... Even kijken, Koen speelt in het zwart. Met Juve dan dus. Ja. Oh, scheidsziek. Niks aan de hand, dit is het lichaam gebruiken. Ja, de druk is er. Eerste 10 minuutjes zijn voor Juve. Vrees jij, ik hoor je niet. Nee, ja. Ik hou wijselijk mijn mond. Ja, we zijn gewoon stil van jou. We zijn helemaal flabbergasted. Nou, ik moet heel eerlijk bekennen, ik hoopte eigenlijk... Want Kai die had het over Bryan Hessing, hoe mooi die commentaar geeft bij zijn eigen wedstrijd. Ik had eigenlijk gehoopt dat Kai een beetje hetzelfde zou gaan doen. Ik ben een hele rustige speler. Maar hij moet natuurlijk in zijn focus. Ja, okay. Maar Kai heeft wel ervaring tegen wat e-sporters. Tegen wie heb je allemaal gespeeld? Bob hoorde ik, Frank. Tony Kok. Bas. Ja, redelijk wat. Maar daar verlies ik nog van. Maar Koen Weijland kun je wel hebben, of precies. Dat is de zin hierna. Nee, totaal niet. Daar gaat het helemaal niet om. Ja, je hebt nog wel een soort van backup carrière, wil je zeggen. Van, als het als voetballer niet lukt, dan word je gewoon e-sporter. Hij is wel helemaal into de... Was het weer je bent wel volleys, of niet? Ik heb je net zien spelen, toen was je wat... Wat dominanter, maar dat komt omdat die beginfase moet ik even wennen. Vind je het spannend? Een beetje wel. Het is toch spannend, al die camera's op je. Nou, daar gaat me niet om, maar het gaat me wel om mijn eer. Wij vinden dit een mooie aanval, maar dat is eigenlijk hier niet zoveel waard. Alleen doelpunten tellen. Dat is vaak zo trouwens. Dat is ook zo. Ja. Hij heeft zijn rust gevonden. Ik wil zeggen, jullie zijn wel de rustige spelers. Ja, die zag ik. Het is hier, balletje terug, balletje breed. Speel je weer met... Ja, Kai speelt met Aguero vanaf links. Ja, die zag ik. Kom op, joh. Hij zoekt in de spits of zo. Tuurlijk. En geen Sané. Dit is een moment. Rustig, jongen. Maar ik snap niet dat je Sané niet gebruikt. Die is echt zo knijtergoed, ja. Als supersub. Dus daar is links, weten we allemaal. En dus gaat hij naar zijn rechter. Daar zit hem hoor. Maar dit is een gevalletje Melvin Boeren. Liever 0-0 dan 5-5. Nou, ik had ook liever 5-5 gezien. Ik had ook liever 5-5 gezien. Het is niks voor niks een fun game, jongens. Ja, maar het is een tactisch potje. Ja, maar anders had ik wel naar een potje schaken gekeken. Ja, luister, we doen ons best, hè? Oké, ja, meer dan dat kun je niet doen. We hebben ook nog niet echt denderend grote kansen gezien, toch? Of heb ik die toevallig net gemist? Ja, nee. Ik weet niet. Nee, niet gezien, hè? Ja, jij had een schot, dat ging over. En Koen heeft ook een voorzetje. Ja, nee, het is nog niet veel. Nou, leuk. Ja, schoot op doel. Maar het is best wel moeilijk om echt... Dit zijn de echte wedstrijden, jongens. Je wordt geschaakt. Je wordt echt geschaakt. Spektakel, jongens. We willen spanning en sensatie. Ja. Was het maar zo makkelijk om te praten, terwijl er niks gebeurt. Ja, dat is ook lastig. Maar dat kan jij. Die bal aan het recht is ook niet echt een feest. Maar sta ik hier met 3 ex-Ajaxiden van haar? Geen commentaar. Ja, hoezo ex? Kai speelt gewoon bij Ajax. Ja, 2 ex en 1 huidig. Nou, ik voel me helemaal op mijn plek. Ja? Nee. Ja. Ik ben echt het 16e wiel. 16e? Deze aflevering. Ik weet niet wat voor vervoersmiddelen jullie gebruiken daar in Brabant. En dan zo doen. Wordt gewoon niet gezien. Nee, dat was echt een grote kans. Oh, jammer. Er gebeurde kennelijk iets. Ja, Kai, we hadden het net over een omhaal, maar gewoon een inticketje vind ik ook prima, hoor. Ja, maar dit is Koen die aanvalt, hè? Ja, maar we hadden het net over Kai, toch? Dus... Ja, ja. En Kai speelt op zich ook, toch? Dus mag ook iets terugkrijgen. Ja, ja. Okay. Ja, ik bedoel, als er een omhaal nu ingaat, dan dat snap bij Kai. Dat is ook wel leuk. Ja. Gewoon gepakt wordt op je eigen dingetje, zeg maar. Van eigen deeg. Hup, daar komt hij aan. Nee, oeh. Nee. Werd hij geblokt of was dit echt het allerslechtste schot wat we ooit hebben gezien? Ja, zo'n beetje wel, ja. 80e minuut, het kan nog. Laatste 10 minuutjes. Als je nu scoort, jongen. Oeh. elke keer die laatste fase, die eindpaas. Eerste balcontact van Chesney. Oh, dat is wel belangrijk. Oeh. Maar niet te vroeg iets zeggen. Nee, toch. Niet te vroeg. Ik voel die paniek. Schiet dan! Oh, schiet dan! Oh, ja, ik wil nog even naar zijn linker. We moeten natuurlijk een winnaar hebben. Moeten we nu iets zeggen of zo? Oh, penalty. Ja, dit wordt allemaal uitgezonden. Ja, ja. Wat is Robin aan het doen? Ja, hij weet het zelf ook niet. Hoog pressen, hoog. Sander niet voor tv? Die ballen daar helemaal vrij. Oké. Okay. Nooit. Wilde Ronaldo, hoor. Dat zoveel ruimte, ja. Toch zijn voordelen even lekker op YouTube dit filmpje mee te snoepen. Oh, de ruimte. Als je daar rechts met dat gaat, dan kon je gewoon rammen. Ja. Of hier, Rashford. Het is gewoon hetzelfde. Gewoon commentaar doen. Gewoon hetzelfde. Ik denk, er komt nog niets. Maar... Gewoon verder met het epische commentaar wat je net aan het geven was. Ja, ik ben inmiddels bijna slapen. Oh, gaatje hier. Ja. Ik weet niet waar Mares de hele tijd heen loopt. Ik maak je straks al wakker, ja? Ik maak je wel wakker als er penalties zijn. Moet die ballen. Ik verwacht meer van jou. Ja, wij verwachten meer van jullie. Melvin Boeren zou trots op jullie zijn, jongens. Zo, de knater, zeg. Wil dat anders zeggen? Ja, dat zijn heel ondankbaar. Dit is gewoon niveau, weet je. Het is echt ondankbare taak. Ja, maar dat is vaak, hè. Ik bedoel, de wedstrijden waar je altijd het meest van verwacht, dat is bij echt voetbal ook, die vallen altijd het meest tegen, weet je toch? Dat blijkt. Dat dan zo'n finale van de Champions League, dode 0-0 of 1-1. Ik kon niet slapen vannacht. Ik dacht, weet je, Koen tegen Kai, wat gaat er gebeuren? Ja, precies. Nou. Ja, de teleurstelling... 0-0 tegen de e-sporter. Ja, voor jou is het heel goed. Het is hartstikke goed, Kai. Dus ik kijk vooral voornamelijk Koen erop aan. Wat een haat, hè? Wat een haat. Nee, trouwens, speel gewoon door, joh. Het is ondankbaar. Een beetje zenuwachtig van. Ook, hè? Ik heb ook helemaal klamme handjes en zo. Kom maar gewoon hiervan drinken. Ja, is goed. Proost, hè? Ja. Het is gewoon water. Ja, dat zeggen ze allemaal. Ik kan wel wat sterkers gebruiken. Niet maar warm te Misschien wordt de pot daar beter van. Ik word niet warmer van deze pot. Oh, nou kijk, dit is toch wel een hoogtepunt. Mogen we deze even terug in de herhaling? Enkelbrekers van Weijland. Weijlando, hè? Weijlando, ja. Ongekend. En dan gaat hij er ook nog uit scoren. Ik voel het. Ik voel het. Dat lijkt me heel sterk, hoor. Kedera. Wie is dit? Mandzukic. Oh, oh. Bernardeschi ingevallen. Sirtis Bernardeschi. Kai, doe het. Paas die bal nog gewoon. Het is zo simpel, Kai. Geef die bal aan Sané en score. Ja, het lijkt simpel, ja. Maar... Sané met zijn rechtervoet. Ja. Kijk, kijk. Hier zie je het zeker, hoor. Doe het, Kai. Boom. Weet ik veel. Boom, boom, boom. Ah, in ieder geval geprobeerd. Heb je in ieder geval een schot erbij. In het echt had Kai die gescoord. Met een omhaal. Met een omhaal. Opgewipt. Opgewipt gewoon. Ja, sowieso. Waarschijnlijk ook precies getimed op het hoogste punt. 3 meter in de lucht. Groene timing had hij ook. In de kruising. Perfect timing. Dit is je moment, hè. 120e minuut. Kaj Sierhuis. Oeh. Chesney, zijn eerste bal in zijn handen. Maar zit het erop? Ik moet bedenken, hij beweegt zijn keeper niet. Als ik hem lang hoek had geschoten, was het een goal, denk ik. Ja, dat zou kunnen. Nou, Pingels. Penalties. We zijn klaar voor een epische... Ja, dit snappen we. Heb jij al ooit een penalty? Oh, ik zou je niet lastig vallen trouwens. Staat hij erin al? Ja, dit willen we niet. Vragen gaan stellen dan. Nu. Ja. Hij gaat rechts, hij gaat rechts. Links. Hij gaat rechts. Links. Sowieso rechts. Door het midden dan. En dan dadelijk zeg ik, zei het toch? Ja. Oeh. Zeg ik, zo'n smerige knipoog, hè? Ja. Oh, je hebt die pijl aan staan, gast. Ja, je niet moeten doen. Nee, dat was per ongeluk. Maar zie jij zijn pijl ook? Ja, maar dat maakt niet uit. Je kan met die pijl toch kloten. Ja, dat klopt. Ja, maar je zag het wel. Laatste moment kun je nog... Ik wist niet zeker of je het allebei zou zien. Nee. Je pakt hem terug. Ik word in de hoek, ja. Ja, ik word ook rechts. Ja. Dus dat is dan gewoon rare animatie. Maar dat is alsnog terecht. Allebei ook terecht. Ja, heb je weer die pijl aan, hè? Weijland. Ik dacht dat ik juist uitdrukte vlak voordat ik schoot. Doe even een pijltje omhoog dan. Hij is wel dood. Hij pakt er gewoon weer, jongens. Waar ga je nou heen nu dan? Rechts weer. Dit is echt een salonremise, jongens. Ik weet niet hoe lang jullie nog door willen gaan. Ik heb op zich plannen met kerst. Dit wordt ook zo'n never ending. Ja, we zijn echt bezig, ik weet niet waar je het over hebt. Ja, maar dat het gewoon allebei 16 penalties nemen of zo, weet je wel. Dat de keeper dan aan de beurt is en dat de nummer 1 weer opnieuw moet. Jullie scoren. Zitten jullie bij elkaar te kijken of zo? Ja toch! Ja toch! Wat is dit? Bizar dit. Wat is dit? Ze zijn gewoon niet zo goed. Als je hem scoort, Sierhuis, dan ben je binnen, want ik kan me niet geloven... Oh, ik kan niet geloven dat de Weijland er één gaat maken hier. Dat denk ik toch niet. Hij is er één gemaakt. Nou, kom aan. Om hem door te zetten, Weijland. Doe het, Koentje. Houd spannend. Rechts! Ik zei het. Heerlijk! Oh, we gaan gewoon door. Penalty nummer 6 door. Inmiddels al. Wie neemt hem? Dit is... Kyle Walker. Kyle Walker, hè? Die heeft hele goede pingels, weet ik. Ja, zie je dit? Ja, dit is echt perfect ingeschoten. Onhoudbaar voor de keeper. Maakt niet uit welke hoek je kiest. Nou, ik weet wel is voor... dit de beslissing? Ja, hij pakt hem! Ja hoor! Zo. Nou, ik moet zeggen, Kai, voor al jouw future trainers van Champions League finale, penalty race. Ja, dat FIFA penalty. Ik zou jou op 8 zetten op het lijstje. Eigenlijk zou ze dat niet moeten aftemmen. Of, nou, het heeft even geduurd, maar we hebben een winnaar. Ik zeg, heren, bedankt voor jullie komst. Jullie bedankt dat jullie bleven kijken naar deze zinderende wedstrijd tussen Kai en Koen. Het duurde even, maar ik denk dat mensen het oprecht willen gaan zien, hoor. Ja, dat denk ik ook. Alleen... ik wil dat heel graag zien. Tuurlijk. Ja. Gefeliciteerd. Vergeet niet te liken en te subscriben. En volgende week zijn we er natuurlijk weer. Tot dan. Subscriben. KPN en Fox Sports, partners van de E-Divisie.